In de Rio Diamant volgen we talentvolle sporters uit Flevoland. En deze Rio Diamanten moet nog wel worden geslepen om uiteindelijk een topsporter te worden. Vandaag het 14-jarige schaaktalent Roger Labruyère uit Almere. Ik wil het liefst natuurlijk wereldkampioen worden, maar ja, dat doel is zeg maar heel groot. Dus ik probeer eerst grootmeester te worden. En ja, dames, ik train elke dag met schaken. Ik doe theorie, maar ik speel ook bijvoorbeeld partijen, zodat ik gewoon ervaring krijg. Ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk van mijn vrije tijd erin te steken. Dus of ik speel partijen online tegen andere sterke spelers, zodat ik meer ervaring opdoe. Of ik pak een schaakboek en ik ga dat gewoon bestuderen. Dus het kan opening, middenspel of eindspel zijn. En ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk van mijn vrije tijd eraan te besteden. Maar ik vind het zelf ook heel erg leuk. Dus het is niet echt voor mij heel erg of zo om dan aan mijn vrije tijd aan schaken te besteden. Want ik vind dat gewoon ja, echt het leukste wat er is. Gewoon. Ja, wat is dat? Wat is nou het leukste aan het schaakspel? Waarom vind je dit zo leuk? Ja, ik vind het heel lastig uit te leggen. Dat wordt ook wel vaak gevraagd. Ik denk dat het voor mij, dat ik er heel erg rustig van word, zeg maar. Dus dat ik echt gewoon me goed kan concentreren. En ja, ik vind strategische dingen sowieso heel erg leuk om te doen. En ja, in fysieke sporten ben ik helemaal geen uitblinker gewoon. Dus dan is schaak echt perfect voor mij, vind ik. Labruyère wil dus de echte top halen. Maar voor het zover is, moet er nog wel worden geslepen aan deze Rio Diamant. Strategisch inzicht, dat is voor hem heel belangrijk. Hij is tactisch heel erg sterk. Dus daar rekenen kan hij heel goed. Alleen het maken van een goed plan, ja, dat is, maar dat is niet alleen, geldt niet alleen voor hem, dat geldt voor alle grote schakers. Dat is voor hem het belangrijkste om daar beter in te worden. Ja, de adviezen zijn van volg altijd mijn plan. Dus in het schaken heb je bijvoorbeeld in het middenspel heb je een plan. En je moet dat plan volgen. En ook denk aan bepaalde strategieën en zo. En je hebt ook, je moet verdedigen, aanvallen en zo. En dan moet je aan bepaalde strategische dingen denken. Ook wat heel vaak een probleem was voor mij, was dat ik heel erg achter lag op tijd. Dus dat ik heel erg aan het nadenken was. En dat ik dan stellingen kreeg waarbij ik enorm weinig tijd had. En als je door je tijd gaat, dan verliest de partij gewoon. Dus dat ik dan sneller moet spelen. Dat ik altijd moet proberen om voor te zijn op tijd, om mijn tegenstander. Is het maar 5 minuten, als het maar 10 minuten, zelfs een uur, dat kan ook gebeuren. Als ik maar gewoon voorsta in tijd, zodat als ik een slechtere positie krijg, dat ik dan tenminste wel tijd heb om na te denken. Als we vooruit konden kijken, word jij wereldkampioen, word jij grootmeester? Ja, de kans is natuurlijk heel erg klein. Ja, grootmeester, misschien, die kans is wel iets groter, maar ja, wereldkampioen moet je echt uiterst goed voor zijn. Dan moet je echt, de huidige wereldkampioen van nu is echt bijna onverslaanbaar. Het is echt 1 op de 50 partijen verliest hij misschien. Ja, misschien ietsje minder, maar ja, hij is gewoon extreem goed. Maar ja, ik hoop gewoon dat als ik hard blijf werken, dat ik dan ook zo goed word als hij. Of misschien zelfs wel beter. Dat zou heel fijn zijn. Kijk, hij gaat dit ook zien, dus ik kan niet zeggen dat hij dat niet wordt, hè? Maar het is wel heel erg moeilijk.